Egbert, we staan in Kuik, opgeschaald naar een grote brand. Wat voor bedrijf is het? Het is een autoschadebedrijf van Ede aan de Hork in Kuik. U hebt opgeschaald naar een grote brand. Wat staat er binnen in het pand? Er stond een twintigtal auto's in het pand. Schadeauto's die gerepareerd werden. Toch dusdanig grote schade. Behoorlijk wat rookontwikkeling en vandaar opgeschaald naar een grote brand. U heeft opgeschaald naar een grote brand. U zei net tegen mij, er staat een kluis aan de binnenzijde met opslag van verf en dergelijke. Hoe is het daarmee? Ja, de kluis heeft het zich buitengewoon goed gehouden. De hele pand is afgebrand. Uitgezonderd de kluis, die is als nieuw. Hoe groot schat u de schade van dit bedrijf? Ja, dat is niet te zeggen. Dat zal nader onderzoek van de verzekeringsmaatschappij uit moeten wijzen. Hoeveel mensen hebt u ingezet bij deze brand, meneer Verwiel? Ik schat ongeveer een 30 personen dat aanwezig zijn geweest om de brand te bestrijden. Toen u hier aankwam, wat trof u aan? Zoeken de vlammen er al uit of had u dit brand vrij snel onder controle? Nee, bij aankomst van de eerste eenheden sloegen de vlammen al uit het dak. Het was een uitslaande brand over de gehele lengte van het pand.